In de zomer gaan we langs bij kinderen die het de afgelopen schooljaren in het nieuws waren. Deze keer zijn we in Groningen bij Nune. Een filmpje waarin hij de Ronaldo move nadoet, ging de hele wereld over. Hij heeft dus de hele tijd handtekening uitgedeeld. En met iemand op de foto waar we tegen moesten na die wedstrijd. Dat was ook heel erg leuk en echt heel erg grappig. Dat er zoveel kinderen om mij heen stonden om te vragen voor mijn handtekening. Hij kan niet meer over straat zonder herkend te worden. En tijdens voetbalwedstrijden wil iedereen met hem op de foto. Nune is pas 11, maar hij lijkt al wereldberoemd. Vrienden zeggen ook van dat het heel erg cool is wat je hebt gedaan. En dat vrienden zeggen, je bent best wel heel beroemd geworden. Het komt allemaal door dit filmpje dat we eerder in het Jeugdjournaal lieten zien. Tijdens de rust van een eredivisiewedstrijd mocht hij als jeugdspeler penalties nemen. En daarna maakte hij de bekende Ronaldo-beweging. En toen heeft dat Ronaldo-ding gedaan, En dat is toen over de hele wereld bekeken. Nune valt dan ook op. Hij is kleiner dan de meeste kinderen van zijn leeftijd door zijn groeistoornis. Hij wordt daardoor niet zo groot. Zijn klasgenoten vertelden toen al dat ze apentrots zijn op Nune. Nou, toen ging hij penalty schieten en toen ging ik kijken. En toen dacht ik, oh, dat is gewoon ja, mijn vriend, zeg maar. Ja, het is wel gewoon mijn beste vriend, dus. Ja, dan ken je gewoon iemand die gewoon heel beroemd is. Werd ook gezien, dus ja, iedereen vond het prachtig. Dus ja, die was in no time was je een voetbalheld. Nog steeds krijgen Nune en zijn familie veel reacties. Zijn ouders en broer hebben ook een groeistoornis en werden soms raar aangekeken op straat. Maar door de Ronaldo-actie is dat helemaal veranderd. Nu merkt hij in één keer dat je voorbij liep en de mensen ook stopten en wat zeiden. En dan zeiden we, hey, dat is die Ronaldo uit Groningen of die op tv was geweest. Dat was een hele grappige wending. Nune is een stuk zekerder geworden door alle aandacht. Toch had hij nog een wens, dat ook Cristiano Ronaldo zelf het filmpje zou zien. En dat is gebeurd. De voetballer stuurde hem als reactie dit Ronaldo-beeldje op. Dat is wel heel erg gaaf dat Ronaldo het heeft gezien. Dus ik zei tegen mijn vader steeds van, dus als ik in Madrid loop en hij ziet mij, is dit zomaar, is dat, zal hij me wel herkennen. Toen zei mijn vader, volgens mij, ja zeker wel, zei hij. Dat vond ik wel heel erg leuk dan. Toch draait niet alles meer om Ronaldo voor Nune. Inmiddels heeft hij er een held bij. De Franse voetballer Paul Pogba. En ook die heeft een eigen move. De dab. De komende zondagen verzamelen we populaire berichten die te zien zijn op onze site en in de app. Deze filmpjes vonden jullie de afgelopen week.